Jan, wat heb jij je ploeg lang in de wedstrijd gehouden? Ja, wel een tactiek van tevoren. Die pakt goed uit de eerste helft. Hou je nog een penalty, dan hou je Lien in de race. Ja, maar in de tweede helft merkten we het al dat we een beetje de pap in de benen hadden. We moesten zoveel meters maken, omdat je natuurlijk weet dat Kozakkenboys goed in het voetballende spel is thuis. En ja, de tweede helft krijg je een goal tegen, kan gebeuren natuurlijk. Maar hij viel eigenlijk te snel. Ja, en die tweede valt heel snel erachteraan. Ja, dan zijn we nog aan het voetballen. En we krijgen nog een paar kantjes, maar het geloof was volgens mij niet helemaal meer 100%. We hebben 14 reddingen geteld. Jullie hadden wel met 5-6-1 kunnen verliezen als jij niet zo'n geweldige dag had gehad. Is de penalty, is dat de mooiste redding of heb je een andere in gedachten? Nou ja, er zaten wel een paar lekkere tussen. Ik kan me niet meer heugen welke nou de lekkerste was, maar er waren inderdaad veel reddingen. Eén op eentjes, hè? Dat is jouw specialiteit volgens mij. Ja, ik ben bijna 2 meter, dus gooi gewoon mijn lichaam ervoor. En ja, dat is het kenmerk. Goed naar de bal blijven kijken, lang blijven staan, dan kan je meestal wel nog reageren. Ja. Ik zeg al, zo begonnen we het interview, je houdt je ploeg daarmee heel lang in de race, maar uiteindelijk verliezen jullie hem wel, sta je toch met lege handen. Hoe groot is het probleem van Linde van de laatste wedstrijden, steeds verliezen? Nou, dus, het is niet zozeer een probleem. Het is, we hebben veel wedstrijden gewonnen aan het begin. Nu zit je dan in een verval met 4 wedstrijden op rij en nederlaag. Dan moet je gewoon zorgen in de winterstop dat we, ja, dat zeggen ze altijd mooi, de neus dezelfde kant op gaan. En dan ja, kijken we weer naar de winterstop. Je wordt er niet heel zenuwachtig van, heb ik het idee. Nee, joh, ik weet dat we een goed team hebben. Ik weet dat wij goed trainen. Ja, en het komt er even niet uit. En dat we dan, net zoals afgelopen voorbereiding, dat we even in de winterstop weer tegenaan gaan en dan weer een goede reeks neerzetten. Dan blijven wij gewoon lekker voetballen. Daar staan we voor. Dankjewel.